Mijn naam is Marik Bressers. Ik ben directeur van de beleidsdirectie regeldruk en ICT beleid bij het Ministerie van Economische Zaken. Bij het Ministerie van Economische Zaken houd ik mij bezig met al mijn medewerkers en collega's met eigenlijk drie onderwerpen. 1. Hoe zorgen we dat ondernemers maximale ruimte krijgen om te ondernemen en zo weinig mogelijk last hebben van hinderlijke regels? 2. Proberen voor te zorgen dat door moderne ICT-toepassingen elektronische dienstverlening het omgaan met regels ook makkelijker gaat. En drie, we kijken meer breder ook wat de betekenis kan zijn van ICT voor groei en werkgelegenheid in Nederland. Hoe zorgen we ervoor dat ICT kan bijdragen aan groei, nieuwe innovaties, en dat we in Nederland ook kinderen hebben, volwassenen, werknemers die de goede ICT-skills hebben. Daarom ook dat wij heel blij zijn en ook heel Tevreden kijken naar de manier hoe we hebben samengewerkt met het programma Beter en Concreter. Want gemeenten spelen natuurlijk ook een hele belangrijke rol in hoe we Nederland ondernemers de ruimte geven die nodig is om te ondernemen. Graag wil ik het met u hebben over hoe u als gemeente ervoor kunt zorgen dat ondernemers in uw gemeente nog meer dan nu kunnen bijdragen aan bedrijvigheid, werkgelegenheid en vitaliteit van uw gemeente. We hebben daar vanuit het programma beter en concreter een aantal hele concrete bouwstenen voor gemaakt. En ik hoop u de komende minuten duidelijk te kunnen maken hoe u daar gewoon heel concreet gebruik van kan maken. Waarom zijn ondernemers belangrijk? Vele redenen, maar misschien twee hele belangrijke redenen. Eén, ze zijn ook een klant van u als gemeente. Ze, ze zitten in uw gemeente, ze wonen daar, mensen, werknemers werken daar. En ze kunnen op die manier ook een belangrijke bijdrage leveren aan de economie en de levendigheid van uw gemeente. Daarom ook zaken om te zorgen dat u bedrijven daar goed bij ondersteunt. En hoe we dat gaan doen, is ook steeds meer een digitale, goedkope, toegankelijke, transparante manier van dienstverlenen. Ander belangrijk element van waarom het belangrijk is om te investeren in ondernemers, is dat ze ook steeds meer een partner zijn voor u als organisatie. U weet allemaal de 3D-operatie, u bent als gemeente voor steeds meer taken, ook heel de complexe taken, verantwoordelijk. Op het terrein van leefbaarheid van uw gemeente. Werkgelegenheid, ook, ook daar kunnen ondernemers een bijdrage aan leveren. Want dat zijn ook de organisaties die kunnen bijdragen aan werkgelegenheid. Om met het eerst te beginnen, digitale dienstverlening. Hoe doet u dat en wat is daarbij van belang? Ja, u weet natuurlijk ook, en dat doet u zelf ook, u verwacht steeds meer van. Elektronische dienstverlening. Hè, waar we twintig jaar geleden nog gewoon de, de aangifte voor de Belastingdienst op papier deden, zouden we dat nu totaal niet meer accepteren. En we verwachten steeds meer dat het met apps gaat, voor ingevulde aangifte. En zo gaat het ook met de bedrijven in uw gemeente. Die verwachten echt dat zij niet meer naar een loket hoeven te komen. Maar dat ze thuis makkelijk toegankelijk zoveel mogelijk met voor ingevulde informatie, de dienst, de vergunningen, de beschikkingen van u als gemeente kunnen afnemen. En dat is niet makkelijk. We hebben wel gezien dat de afgelopen jaren gemeenten al enorme stappen hebben gezet. Maar een aantal hele concrete toepassingen. die wachten nog gewoon op bredere toepassing. Wat wij bijvoorbeeld vanuit Beter en Concreter hebben gedaan. is ook kijken van. wat kunnen we bijvoorbeeld heel concreet doen. voor ondernemers in uw gemeente? Welke bouwstenen kunnen we aanleveren? En een aantal wil ik dan bijvoorbeeld noemen. We hebben e-herkenning. U kent bijvoorbeeld DigiD. waarmee burgers online kunnen aangeven: dit ben ik. Ik ben Piet, dit mag ik en dit wil ik doen. Voor ondernemers heb je dat ook. Dat noemen we E-herkenning. We hebben een berichtenbox gemaakt. Dus u kunt als gemeente informatie die u wilt uitwisselen met gemeente op een hele makkelijke manier via die berichtenbox op een veilige manier vormgeven. We hebben het Ondernemersplein. Dat is een plek op Nederland. Eén website, ondernemersplein.nl, waar alle informatie die relevant is voor ondernemers staat. Niet alleen informatie van u als gemeente, maar ook de informatie van het Rijk. Uh, van andere belangrijke organisaties, de Kamer van Koophandel, en dat is natuurlijk heel erg belangrijk dat er één plek is waar al die informatie bij elkaar komt. Hoe gaat dat dan bijvoorbeeld in de praktijk? Uh, stel, ik ben een horecaondernemer in Leiden. Uh, waarschijnlijk gaat u vaak ook googelen, maar het is toch wel heel erg goed om te weten dat die horecaondernemer naar het Ondernemersplein kan gaan. Daar kan die horecaondernemer gewoon vinden wat heb ik nodig om een horecaonderneming te starten. En wat heel van belang is en wat heel erg prettig is, is dat dat niet algemene informatie is, maar dat die ondernemer ook kan zien wat heb ik nodig als ik bijvoorbeeld in Leiden die onderneming wil starten. Wordt dan meteen doorverwezen naar de plek op de website van de gemeente Leiden, waar je met e-herkenning je als ondernemer kunt aanmelden en waar, en dat is ook een nieuwe ontwikkeling, je vanuit een ondernemingsdossier, dus je eigen omgeving als bedrijf, dat hele proces van vergunningverlening, en uh, informatieverstrekking kunt starten. Nou, dat werkt al en wat ik daarmee ook wil zeggen. Veel betere dienstverlening op maat gesneden voor ondernemers. Dat is al lang niet meer. En daar zeg ik wellicht ook niks nieuws mee in ver van mijn bedshow. Maar er zijn gewoon een aantal hele concrete bouwstenen die u nu kunt beginnen. En een hele concrete, ga gewoon naar ondernemersplein.nl. Doe alsof u een ondernemer bent. En u komt er vanzelf achter wat er allemaal is. En wat u daar als gemeente voor nodig hebt. Waar het om gaat is dat u als gemeente uiteindelijk goede dienstverlening biedt aan bedrijven. Dat ze weten voor wat voor diensten ze bij u terecht kunnen en dat ze dat makkelijk kunnen aanvragen. Wat natuurlijk belangrijk is om te realiseren is dat het dan niet alleen gaat om digitale dienstverlening. He, dus de vraag is waarom zou ik investeren als gemeente in digitale dienstverlening? Is dat je daarmee ook ruimte geeft door, bij wijze van spreken, de simpele zoekvragen, het makkelijke werk, de eenvoudige vergunningen aanvragen digitaal af te... Af te regelen, of te, af te zonderen. Maar dat je daarnaast daardoor ruimte krijgt om de dingen die echt ingewikkeld zijn. Die meer vragen om een dialoog en wat een verdiepend gesprek met een ondernemer, dat je daar ook tijd voor hebt. En we zien ook de goede voorbeelden, gemeenten die echt een goede dienstverlening hebben, niet kiezen voor het een of het ander, maar een goede mix van instrumenten, zowel het fysieke kanaal en het digitale kanaal blijven openstellen. Andere reden om toch ook heel serieus te kijken naar hoe kunt u als gemeente ondernemers helpen. Omdat ze ook tot op zekere zin een partner zijn voor het realiseren van uw gemeentelijke doelstellingen. We hebben de 3D-operatie gehad. Steeds meer taken liggen bij u als gemeente. Taken op het terrein van leefbaarheid, ook taken op het terrein van werkgelegenheid. En dat zijn ook zaken waar bedrijven ook vanuit hun maatschappelijke oriëntatie hun wens om ook maatschappelijk verantwoord te ondernemen een bijdrage aan kunnen leveren. Dat betekent dat we vanuit Beter en Concreter ook hebben gezegd van kijk niet alleen naar... Bedrijven als klant, maar kijk ook hoe je een goede relatie kunt opbouwen. Hoe je ook bedrijven, ondernemers kunt betrekken bij het nadenken over dit soort vraagstukken. En er zijn een aantal interessante voorbeelden geweest. Een aantal wethouders in de gemeente Zwolle bijvoorbeeld hebben een roadshow gehouden langs ondernemers. En niet de vraag gesteld van wat kunnen we als gemeente voor u doen. Maar ook van God, welke bijdrage kunnen jullie als bedrijven leveren aan, aan leefbaarheid, aan, aan, aan groei. Aan uh, stedelijke projecten en zorgen dat Zwolle nog meer dan nu een perfecte plek is om te wonen. Op die manier zien we ook in heel veel plekken in Nederland ondernemershuizen, ook plekken waar gemeenten, ondernemers met elkaar samenkomen om te kijken hoe ze een aantal gemeenschappelijke uitdagingen, gemeenschappelijke opgaven op het van leefbaarheid kunnen oplossen. En dat is soms ook zoeken, dat is ook ruiken aan elkaar, dat is ook snuffelen aan elkaar, kijken wat je voor elkaar kunt betekenen. En natuurlijk, ondernemers. Er zijn voor heel veel dingen op aarde, maar vooral ook om winst te maken. Dat moet dus ook zijn. Maar we zien in de praktijk dat heel veel ondernemers ook echt hun rol breder willen oppakken. En het is goed dat u als gemeente daardoor ook gewoon een goede, open, directe relatie kunt opbouwen met ondernemers. Nou, dan kom ik langzaam tot het eind van mijn presentatie, mijn college. Ik hoop duidelijk te hebben gemaakt wat het belang is van ondernemers in uw, in uw gemeente. Dat ondernemers, zeker ook in deze tijd, dat de economie nu eindelijk weer een beetje begint aan te trekken. Ja, daar moet toch de groei vandaan komen. Door bedrijvigheid, door ondernemers die creatief zijn, die innoveren, kunnen we groei realiseren, kunnen we werkgelegenheid realiseren. En u als gemeente speelt een hele belangrijke rol. in. u kunt ervoor zorgen dat ondernemers dat kunnen doen waar ze goed in zijn. Dat is ondernemen. De noodzakelijke randvoorwaarden stellen, maar ook daar waar er onnodige barrières zijn die wegnemen. Dat kan met goede elektronische dienstverlening. En goede elektronische dienstverlening is geen ver weg van uw bedshow. Er zijn een aantal hele concrete bouwstenen. Het Ondernemersplein, e-herkenning, de berichtenbox bedrijven, het ondernemingsdossier. Dat zijn hele concrete toepassingen. Daar kunt u morgen mee beginnen. En ik hoop dat ik u op deze manier toch ook een beetje geholpen heb op weg daarnaartoe. Veel succes!